Goedenavond, dit is het RTVA-nieuws van woensdag 18 november. Vandaag is in de rechtbank de inhoudelijke behandeling begonnen aan de zedenzaak van de Amstelveense Arnoud S. Arnoud zou zijn slachtoffers hebben gemaakt bij onder andere een zwembad en een vereniging waar hij vrijwilliger was. GroenLinks is blij met de aandacht die het groengebied Amsteland gaat geven aan diverse planten en dieren in het buitengebied rond Amstelveen. Wij spraken Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks, over de extra aandacht voor het groengebied. Het is heel belangrijk dat het groengebied zich ook inzet voor versterking en verbetering van de biodiversiteit. Er zijn heel veel diersoorten die het gewoon een beetje moeilijk hebben zo aan de randen van de stad. En het heeft ook heel veel mogelijkheden. Heel veel dieren en planten komen hier gewoon van oorsprong ook voor. En heel veel mensen hebben ook heel veel waardering als ze naar buiten gaan voor juist die planten en diersoorten. Dus je wil ook gewoon dat het mooi en sterk erbij ligt. Welke maatregelen worden dan genomen om dat voor elkaar te krijgen? We hadden als GroenLinks een aantal jaar geleden hier een initiatiefvoorstel. Dat is toen aangenomen. Dus we doen in Amstelveen verschillende dingen. Vleermuiskasten, bijenkasten. Op aandringen van ons heeft de wethouder van Amstelveen dat nu ook ingebracht bij Groengebied Amstelveen. En zij zijn nu eigenlijk een voorzichtig begin aan het maken. Dus zij hebben als eerste gekozen voor de smint, een eend die daar veel voorkomt. En ze gaan het vooral als eerste nu onder de aandacht brengen. Dat zo'n belangrijk gebied is, ook voor deze eend. Het is bij veel mensen niet bekend. En ze doen verschillende dingen. Dus ze zorgen in de winter, als dat beestje hier is, dat het echt een rustig gebied is. Ze sluiten diverse wandelpaden af. Je mag er op dat moment ook niet zeilen of varen. En ik denk dat dat hele mooie maatregelen zijn. Welke gebieden gaat het hier in Amstelveen? In Amstelveen zit deze vogel heel veel, bijvoorbeeld in de Middelpolder. Ik weet nog dat ik hier net woonde en dat ik dacht dat het om een ontsnapte siersoort ging. Maar toen kwam ik er dus achter dat het een soort is die hier gewoon veel voorkomt. Eind 2013 kwam de gemeente Amsterdam al in het nieuws vanwege onjuiste betalingen. De gemeente Amstelveen wil hier lessen uittrekken en gaan de regels aanscherpen om fraude en ongelukken te voorkomen. Zo kan één medewerker nooit zelfstandig een betaling verrichten en een betaling boven de 500.000 euro moet worden meegetekend door een directielid. Op de Amsterdamse weg bij de Molenweg staat al enige tijd een verwaarloosd pand. Het is inmiddels wethouder Raad gelukt om met de eigenaar afspraken te maken over de verdere ontwikkelingen. Het wordt gesloopt en er komt een nieuw huis voor in de plaats. Een beetje past ook wel bij hier bij de omgeving. Dus ik denk als we hier over een jaar staan, laten we dat afspreken, dat we dan naar wat anders kijken dan nu. Het enige wat ik vond, dat het veel te lang duurde. En dat we dat gewoon niet meer accepteren. En we zeggen van tot hier en niet verder. Die vergunning wordt ingetrokken. Een en ander heeft erin geresulteerd dat het nu bij iemand anders terechtgekomen is die daar wel mee aan de slag gaat. Hoe weet u dat? We hebben gekeken in de plannen die hij voor heeft liggen, dus ook met alles wat daarmee samenhangt. Ja. En of we dat geloofwaardig vonden. Wij vinden dat geloofwaardig. Maar goed, het is altijd nog in de praktijk moet het ook wel uitgevoerd worden. Dus dat is nog wel spannend. Maar wij hebben er wel vertrouwen in dat dat nu wel gaat gebeuren. Er zijn nog een paar andere locaties hier op de Amsterdamse weg waar u niet tevreden over was, hè? Ja. Met name dat Quickfit pand, iets verderop hier. Ook al jarenlang waar iedereen van zegt van kan het nou niet een beetje anders? Ja. Daar zijn we nog niet klaar. Ook met de verhuren, met Quickfit. Ga binnenkort ook een brief sturen naar die directie in Nederland. Ja. We hadden afspraken met me gemaakt, maar die komen ze dan ook weer niet na. Een beetje een rare situatie. Maar wij blijven er in Amstelveen gewoon achteraan gaan, want we willen niet dat zaken verloederen. En dan was er nog een bloemenstal, geloof ik? Ja, iets verderop hier. Die man heeft ook ontzettend zijn best gedaan, ziet er weer keurig uit. Ja, en natuurlijk ook het ouderwetse snackhouse. Veel Amstelveeners kennen het wel. Daar komt nu een prachtig hotel, ook jarenlang, waar iedereen zei van laat er wat beters komen. En zo proberen we Amstelveen elke dag een beetje mooier te maken. Gisteren werd de winnaar bekendgemaakt van de Golden Unit wedstrijd in Uilenstede, waar 4 studentenondernemingen aan meededen. De winnaar mocht zich gelukkig prijzen met een jaar lang gratis bedrijfsruimte op het Centrumplein in Uilenstede. Afgelopen woensdag hielden 4 studentondernemers hun pitches op het hoofdkantoor van Duo in Uilenstede. Zij moesten hier een viertallige jury op een enthousiaste manier overtuigen van hun bedrijfsplan. Mijn onderneming heet Spa at Your Home en wij organiseren spa-parties op locatie. Dus voor familie, groep vrienden en collega's kan je gezellig van behandelingen genieten. Ik heb een bedrijf, dat heet Catch a Fish en ik help horeca- en retailondernemers van goed naar beter. Wat doe ik dan? We kennen allemaal die horecazaak die in 1993 geopend is en dat was een fantastische bruine kroeg. Maar inmiddels is het 20 jaar later en hoe gaat het nu?
Wat kunnen we dan doen? Hoe zorg je ervoor dat je toch meer klanten krijgt en dat je kan blijven bestaan? Daar ben ik voor. Onze onderneming heet Converling. We zijn een start-up die zich specialiseert in het leveren van vertaaldiensten. En wij verbinden vertalers wereldwijd met opdrachtgevers. Daardoor kunnen we alle talen leveren en heel veel specialismen. En we gebruiken menselijke vertalers, maar we gebruiken heel veel IT om het vertaalproces makkelijker te maken. Mijn onderneming is Good Student Food. Dat run ik nu vanuit mijn eigen keuken. Daar komen dagelijks een aantal mensen één maaltijd afhalen. En vanuit de Golden Unit wil ik verder het concept uitbreiden door 3 verschillende maaltijden per dag aan te bieden. 1 vleesmaaltijd, 1 vismaaltijd en 1 vegetarische maaltijd. De prijzen zullen hetzelfde blijven en ik hoop daarmee een hele hoop studenten op Uilensteden te kunnen gaan bereiken. Uiteindelijk kon maar 1 kandidaat de winnaar zijn. Ja, heel blij. Echt fantastisch dat we nu kantoorruimte hebben en we krijgen coaching. Dus ik denk echt dat dit ons bedrijf een stuk verder kan helpen. Ik geloof dat we in januari erin kunnen. Dus nu moeten we nog even met onze laptopjes overal werken. Maar straks vanaf januari kunnen we gewoon met z'n allen hier samen zitten. We willen de winnares Sophie Kleestra nog van harte feliciteren. De gemeente start vanaf vandaag met het inzamelen van blik- en drankkartons. Van bijvoorbeeld zuivel en vruchtensappen. Je kunt deze afvalsoorten in dezelfde zak doen als waar het plastic verpakkingsmateriaal in verzameld wordt. Zo blijft er minder restafval over en draag je ook een steentje bij aan het milieu. Minister Schulz van Hagen wil tegemoetkomen aan de wens van de gemeente Amsterdam om snorscooters van het fietspad te weren en een helmplicht in te voeren. Maar moet deze regel ook in Amstelveen ingevoerd worden? Wij vroegen het de Amstelveener. In Amsterdam willen ze nu de snorscooters van de fietspaden afhalen en alleen nog maar op de weg laten rijden. Wat vindt u daarvan? Ben ik niet mee eens. Nee, vind ik heel gevaarlijk. En waarom vindt u het dan gevaarlijk dat ze juist op de weg rijden? Omdat ze veel kwetsbaarder op de weg zijn. Ze kunnen beter op het fietspad blijven. Nou, voor Amsterdam is dat een goed idee. Ja, en waarom vindt u dat? Omdat die fietspaden heel smal zijn. En als je dan een fietser hebt en je moet er langs, dan is dat erg lastig. Ja, uit veiligheidsoverwegingen is het misschien helemaal niet zo'n slecht idee. Maar wij Nederlanders willen vaak altijd over iets wat te zeggen hebben. En gewoon, weet je, je wil kleden en willen uitzien zoals je dat zelf zou willen. Dus er zullen vast wel mensen zijn die er tegen zijn. Maar ik denk uit veiligheidsoverwegingen lijkt het me wel verstandig. Laat ze maar lekker op de grote weg zitten. Ja, waarom vindt u dat? Van de fietspaden hebben we al genoeg toestanden. Ik zit veel op de racefiets. En het is geen pleziertje met die mensen. Denkt u dan niet dat het gevaarlijker wordt voor de scooters zelf als ze alleen nog maar op de weg mogen rijden? Ja en nee. Want uiteindelijk ligt toch de verantwoording bij jezelf, hoe je zelf rijdt en hoe je bent in het verkeer. En dat hoeft het toch niet per se. Ja, dat denk ik dan. Dus uiteindelijk ligt de verantwoording gewoon bij jezelf. Als jij op zo'n ding wilt gaan zitten en jij wilt ermee gaan rijden, hoef je ook je verantwoordelijkheid te nemen. En ook aan andere mensen aan het verkeer te denken en gewoon voorzichtig te rijden. Vindt u dat ze dit dan landelijk moeten verplichten en dus ook in Amstelveen? Nee, Amstelveen is goed te doen. Zijn de fietspaden wat breder, dus dat is goed te doen. Kijk, ik denk dan wel bij mezelf, als het hier om veiligheidsoverwegingen gaat, dan moet je het kijken gewoon naar hoeveel sterfgevallen zijn er jaarlijks met scooters. En is het dan niet inderdaad belangrijker dat we het gewoon over het al heel Nederland gaan verplichten? Dat lijkt me dan wel, zodat iedereen veilig kan rijden. Overal, gewoon lekker op het fietspad blijven. Dat is veel, veel veiliger. En dan nu het weer. Vanavond trekken er forse buien met kans op onweer en hagel over de regio. Daarbij trekt de wind weer fors aan. Bij buien komen zware windstoten tot 90 km per uur voor. In de tweede helft van de nacht verdwijnen de meeste buien en wordt het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. De wind blijft fors doorwaaien en donderdag overdag is het bewolkt met zo nu en dan wat regen. Het wordt maximaal 13 graden bij een nog altijd matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En dit was het RTVA Nieuws van woensdag 18 november. Morgen om 7 uur zijn wij er weer met een nieuw journaal. Tot dan!